zondagmiddag 19 juni van 2016, beste kijkers van Omroep PIM. We staan hier op een voor u ongetwijfeld heel bekende plek. Dat is namelijk de tuin van het Weeshuis. En we zijn hier niet zomaar, want vandaag is de officiële opening van een nieuw initiatief in de gemeente Waterland, hier in Monnikendam. Op zaterdag en zondag is het Weeshuis zeker tegenwoordig ook open. En de groep die dit organiseert heet, of noemt zichzelf, Zack Zack. Op zijn Nederlands gezegd, zag zag. Dat is natuurlijk wel een beetje een parafrasering van zigzag. Maar zigzag is al een naam die gevestigd is, dus die konden ze niet meer kiezen. We gaan zo meteen de twee dames die daarvan de initiatiefnemers zijn even hier bij de camera vragen. De ene is Nienke Doets en de andere is Peggy Weitzes. Mogelijk zijn dat bekende gezichten voor u, want ze zijn gewoon ook Waterlandse vrouwen die nu het ondernemersvak aan het promoten zijn. De twee dames die de initiatieven nemen zijn van Zag Zag of Zek Zek zijn Nienke Doets en Peggy Weitzes. Heb ik het goed uitgesproken? Zeker, heel goed. En vertellen jullie eens even, wat is hier eigenlijk nu aan de hand vanuit jullie perspectief? Nou, vandaag vieren wij de officiële opening van Zek Zek in het Weeshuis. Wij zijn 7 weken geleden begonnen hier. En hebben we in samenwerking met Stichting Philadelphia eigenlijk ervoor gezorgd dat het Weeshuis nu in de zomer alle dagen in de week open is. Van 10 tot 6. Ook op zaterdag en zondag dus. Ook ja. Op zaterdag en zondag. De samenwerking met Philadelphia. Hoe zijn jullie daar zo op gekomen? Ja, dat is wel een leuk verhaal. Peggy en ik hadden een plan om fietsen te gaan verhuren. Dat wilden we al heel erg lang gaan doen. Gewone fietsen, tourfietsen, racefietsen, elektrische fietsen? Eigenlijk elektrische fietsen. Maar met dat plan zochten we een locatie hier in Monnikendam. En zodoende kwamen we bij Linda Demmers terecht van de gemeente Waterland. Met het verzoek of zij ons misschien een beetje kon helpen met de locatie. En toen wees zij ons op het Weeshuis. En zo zijn we hier terechtgekomen en we werden met open armen onthaald. Want jullie zijn samenwerking met Philadelphia, maar ook wel een aanvulling op Philadelphia. Ja, ik denk het wel. Zij op ons en wij op hun. Dat is eigenlijk het leukste als je zo'n samenwerking start. Dat je meteen voelt waar je elkaars kracht kan gebruiken. Zij hebben natuurlijk primair de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. En daar is het hier fantastisch voor ingericht. Maar daarnaast zijn ze natuurlijk een horecagelegenheid waar taartjes worden gebakken en de theetuin open is. Alleen door hun beperkte openingstijden hebben zij toch wel wat minder bekendheid en niet altijd die tuin vol. En zij willen wel graag wat meer gasten ontvangen. En met de weekendopening kunnen we dat veel meer bieden. En ik denk dat wij in staat zijn om ook met hen samen de marketing van het Weeshuis verder te ontwikkelen. Zodat er steeds meer mensen denken, ja, ik vind het eigenlijk ook heel leuk om een keer hier naartoe te komen. Mij schiet ineens te binnen dat ik eens een Amsterdamse mevrouw hoorde zeggen, het Rijksmuseum, dat is voor Amerikaanse toeristen. Geldt dat nu ook hier voor deze gelegenheid ook? Kunnen Waterlanders hier ook gebruik van maken? Dit is vooral voor Waterlanders natuurlijk. Deze prachtige plek in Monnikendam, dit is voor Waterlanders, maar ook voor toeristen. Hier kunnen we ze laten zien hoe mooi Waterland is en hoe mooi Monnikendam is. En we hebben hier best vaak toeristen al gehad, Pek. En ze zijn iedere keer weer versteld van het Weeshuis en hoe oud het is. Ja. En laatst hadden we een toerist, dat is wel grappig om te vertellen. En die zei, toen vertelde dat de fundamenten uit 1400 zijn. En toen zei hij, oh no, but that's before Columbus. En hij was helemaal verbaasd. Dat moet een Amerikaan zijn, want die kennen want die hebben natuurlijk een andere soortige geschiedenis dan wij kennen. Ja. Wat kunnen Waterlanders, Monnikendammers hier nou onder andere vinden? Ze kunnen hier fietsen huren. Dus als er vrienden komen of ze hebben buitenlandse gasten, kunnen ze hier fietsen halen. Goede fietsen waar ze echt de regio mee kunnen ontdekken. Ze kunnen kano's huren, wat eigenlijk in Monnikendam al jaren niet meer was. En ze kunnen hier heerlijk een taartje eten, lunchen. En we zijn open voor besloten partijen. Dus diners of recepties kunnen hier worden gehouden. We zijn nu vandaag op 19 juni, een hele mooie, bijna zomerse dag. Hoe lang blijven jullie open, het seizoen, of is het ook in de winter de bedoeling om open te zijn? Nee, dit seizoen blijven we open, het zomerseizoen. En dat loopt voor ons tot 1 oktober, ongeveer half oktober. Zeg maar tot en met de herfstvakantie van de scholen? Precies. Ja. En dan is er een wintersluiting? Dan is er waarschijnlijk een wintersluiting. Maar dat weten we nog niet helemaal. Misschien wel Jullie zijn de startende ondernemers, dus je weet nog niet hoe het allemaal verder gaat. Nee,
Nee, je moet ook kijken waar de markt is en wat voor ons werkbaar is. En we zijn heel druk bezig met een tweede vestiging in Amsterdam. Waar we eigenlijk altijd mee bezig waren. Dus we willen de winter ook wel gebruiken om daar tijd en aandacht aan te kunnen geven. Zodat we volgend jaar toeristen van Amsterdam naar hier kunnen laten toeren. Dank jullie wel voor dit openhartige gesprek. Omroep PIM wens jullie natuurlijk heel erg veel succes. En dat dit mooie initiatief voor Monnikendam en Waterland nog maar lang mag blijven bestaan. Geweldig, en we zien jullie heel graag terug op evenement. Dank je wel, Albert. Dank je wel. Joni, je moet toch tegenwoordig ook op zondag werken, zie ik. Ja, eventjes. Is het alleen maar vandaag? Ja, alleen vandaag. Want wie doet dan de andere zondagen? De twee meiden, die doen het op zondag. Dat is zag. En die doen het op zondag van de tijden, weet ik niet. Maar ze doen het ook door de week, van 4 tot 6. En voor de rest doen ze ook feestjes in de weekenden. Dat deden wij af en toe. Maar dat werd af en toe gewoon te veel. En nu hebben we gewoon die twee meiden en die doen dat. Die doen het heel graag. Wat heb je allemaal op je kraam liggen? Laten we eens even kijken. We hebben schalen, we hebben lantaarns, we hebben taartschoteltjes. We hebben van die langwerpigschoteltjes. Kun je ook iets laten zien, Joni, wat je zelf gemaakt hebt? Ik heb die tas zelf gemaakt. Die is gewoon heel mooi geworden, is een rugzakje. Je bent er zelf tevreden over, hoor ik. Ja. We maken met z'n allen die placemats. En die tassen maken we ook met z'n allen. En Annemiek die heeft die jurkje gemaakt voor een baby. Uh-huh. En die maken we van klei, doen we ook in het glas. Ja. We maken gewoon heel veel. Werk je hier elke dag bij Philadelphia? Ja, elke dag. Van maandag tot en met vrijdag? Ja. En hoe laat begin je dan? We beginnen om 9:00. Tussen 9:30 en 10:00 krijg ik koffie en thee. En dan gaan we gewoon tot 4:10 door. En dan ga je daarna weer naar huis? Ja. En hoe is het met de appeltaarten? Dat gaat heel goed. We hebben heel veel bestellingen. We hebben het heel druk ermee. Dus laat ze maar komen. Het is de lekkerste appeltaart van Monnikendam. Ja, dat zeggen mensen. Zo heb ik wel eens vaker gehoord. Ja. Nou, dankjewel Joni. En veel succes met Philadelphia en met je verkoop vandaag. Ja, is goed. En hoop dat het druk mag worden. Kun je vertellen wat je aan het doen bent? Ik ben nu limonade aan het inschenken. Je mag wel doorwerken hoor. Ik ben dus limonade aan het inschenken voor de klanten. En dit is een proeverij en dit is allemaal gratis. En wij zijn limonade aan het verkopen voor een man in Broek in Waterland. En die, Is het een siroop met water aangevuld? Ja, het is siroop met water aangevuld, ja. En wat voor smaken kun je hier krijgen? Heel veel verschillende smaken. We hebben kweepeer, serre gember, sinaasappel, vlierbloesem, crème, rozenbot. Eigenlijk alles wel wat je kan bedenken. Ja. En er is markt voor, zie ik, hè? Want je hebt een kraam vol met mensen. Zeker, ja. Ik ben het heel druk. Nou, lekker doorwerken. Dank je wel. Thank you.